Alex, waarom ben ik zo wit? Mijn Roblox is kapot. Dat is omdat we eerst deze kant op moeten... Oké, dit is de verkeerde kant. Ik denk dat we eerst deze kant op moeten gaan lopen. Alex, waar heb je me nou weer mee naartoe genomen? Alex, ik gooi hier verf overheen. Ja, ik nu ook, maar ik weet niet wat het doet. Ik zie... Wacht eens even. Hij is open. Alex, wat moeten we doen? Ik heb een kleur weer, maar waarom is het zo donker? Ik snap het niet. Jessie, hier ergens zit dus een groot monster verstopt. En wij moeten ervoor verstoppen. Ik wil geen... Is dit een monster? Hallo, meneer de robot. Ik ga tenminste even wisselen van kleur. Ik heb nu namelijk de kleur rood. Waardoor ik altijd kan inblenden met de kleur rood tegen een rode muur. Ik ben ook rood. Ja, maar Jessie, dat betekent dat we ons moeten verstoppen voor het monster met onze rode kleur. Snap je hoe het werkt? Ja, ik snap hoe het werkt. Oké, maar hierna is een groene kamer, dus ze kunnen ons niet verstoppen. Dus dat... Dat kan inderdaad niet, maar wel tegen een rode muur. Kijk, op deze manier kan hij ons nooit zien. Waar is een monster dan? Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien dat we het beste gewoon een beetje op verkenning kunnen gaan. Ik bedoel, we zien hier toch nergens lopen. En ik heb een verfkwast. Wat kan je daarmee? Wacht eens even. Er staat dat het nu begint. Wat begint? Wat begint er? Alex, ik vind het eng. Ik vind het helemaal niet leuk wat we nu doen. Ik vind het eigenlijk ook wel een beetje eng. We moeten hier uitzien te komen. En daar hebben we al die kwasten voor nodig. Hier ligt er nog een. Waar zijn die kwasten? Oké, ik heb ook weer een kwast. Ik laat jou gewoon lopen, want ik vind het allemaal eng. Oh, wat is dit? Oh ja, laat mij maar lopen. We hebben helemaal geen paarse verf. Welke kleur hebben we dan? We hebben alleen maar rood bij ons nu, hè? Oh ja. Ja, ik ben kleurenblind, dus dit is niet echt een heel slim spelletje voor mij. Jessie? Ja? Hoor je dat daar ook naar boven? Wat? Het lijkt wel alsof er daar wat is. Ik weet het niet. Er staat daar Big. Kunnen we daar niet heen? Ik kan daar nu niet heen, nee. Het lukt niet. Waar ben ik allemaal? En waar kan dit monster zijn? Alex, waarom heb je mij meegenomen naar een gigantisch doolhof? Ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind het eng. Ik ben bang in het donker. Dit is wat we kunnen verven als we er 13 hebben. Nu werkt het niet. We hebben er maar 2. We moeten meer kwasten zoeken. Ja, waar? Ik kan ze helemaal niet zien. Wacht even. Jessie! Ja? Hier is wat! Wat hier is dit? Trap naar boven. Met je trap omhoog. Wat gebeurt er? Ik ben helemaal niet meer rood. En nu kunnen we ons niet meer verstoppen. Nee, inderdaad. Maar hier ligt wel nog een nieuwe kwast. En wat is dit? Wat staat er op de muur? Is dat de weg die we moeten lopen? Nee, ik snap het niet. Ik ga doorlopen. Alex, kom! Nee, Jessie, wacht! Kom! Wat is Kijk, dit lijkt heel erg... Die bovenste kamer lijkt heel erg op de kamer waar we zijn begonnen. Zie je dat? Nee, ik snap er helemaal niks van. Jessie, de kamer waar we zijn begonnen! Die witte kamer! Ja! Maar dan niet de witte kamer, maar de kamer met al die standbeelden waar we de rode verf hebben gepakt. We kunnen dus blijkbaar deze route gaan volgen om hier uit te komen uit dit dolhof. Oh, maar dan moet je dat onthouden. Dus het is rechts, rechts, links, links en dan links. Links. Rechts, rechts, links, links. Maar weet jij nog wel hoe we terugkomen, Alex? Ik weet het helemaal niet meer. Nee, ik heb eigenlijk echt geen idee. En wat is dit waar hier? Zijn we? Nee. Ik zie allemaal dingen in de Alex, ik zie een monster! Een monster! Een monster! Ik ben gepakt. Verstoppen! Verstoppen! Alex, ik heb mezelf kunnen verstoppen. Je moet naar mij komen. Ik ben bang alleen. Jessie, ik ben dood gegaan. Alex, ik sta nu helemaal hier alleen. Ik ga moet proberen het ook terug opnieuw te komen. Doen. De monster is ook bij mij, maar ik weet niet waar ik heen moet. Ik ben ook Ik dood. Weet ook niet waar ik heen moet, oké? Ik vind het allemaal een beetje heel eng. Alex, waar ben je? Ik ben nu helemaal weer alleen in deze kamer. Ja, ik weet wel dat ik vanaf de safe zone nu deze kant op moest. Alex, hier ben je. Alex, ik ben er. Oké, we zijn weer samen, gelukkig maar. En wat is dit? Dit is Ros. Wat kan ik met Ros? Ik ga met hem praten. Dat gebeurt Hoi, ik ben Ros. Unit 7134. Bla 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 bla. Noemen. Ik ben geprogrammeerd om opdrachten uit te voeren en ik heb je hulp nodig. Bla, ik vind 3 bla, verfkwasten die ergens in de wereld verstopt zijn. Jessie, ik kan het zo helemaal niet lezen. Sorry, maar dit is saai. We hebben die verfkwast al. We moeten rechts, rechts, links, links. We hebben het toch al gezien. Maar moesten we dan via onder of boven? Naar rechts, kijk. En dan gaan we... Oké. Dan nog een keer naar... Kijk, hier moeten we niet heen. En nog een keer naar rechts. Alex, hier is een kwast. Ik ben de weg kwijt. Die kwast moeten we hebben, ja. En dan naar nog een keer naar rechts. Maar we kunnen helemaal niet weer naar rechts. We kunnen hier nog niet naar rechts. Maar misschien moeten we gewoon aanhouden. Wat is dit? Oh, ik heb iets nodig om erin te komen. Oh, ik heb een schroevendraaier nodig om daarin te komen. Hoe komen we nou weer aan een schroevendraaier? Waar kunnen we die nou weer vinden? Wacht even. Oh, hier kunnen we rood tegenaan gooien. Oh, kijk, hij heeft een schroevendraaier. Jesse. Alex, er is hier een monster. Maar hij kan hier niet inkomen. Het dak is veel te laag. Alex, hoe gaan we dit doen? We moeten ons zo snel mogelijk stoppen. Ik zou heel erg uitkijken wat er gebeurt.
Gaan we naar rechts of naar links? Jij moet het zeggen. Oké, Jessie, we kunnen maar beter naar rechts gaan. Want misschien kunnen we beter naar links gaan. Oh nee, misschien moeten we weer even wachten totdat de monster weg is. Dat is ook een heel goed idee, maar we hebben nu sowieso de schroevendraaier. We hebben de schroevendraaier, dus we kunnen daar naar binnen zo meteen. En dan kunnen we misschien uiteindelijk een nieuwe kleur gaan inlokken. Alex, ik heb een free spin. Ik weet niet wat dat doet, maar links of wheel, dan heb je een free spin. En ik heb nu... Ik heb schoenen. Je hebt schoenen gekregen. Ja, en nu kan ik sneller rennen, denk ik. Ik weet het niet. Ik heb een extra leven gekregen. Ik wil ook een extra leven. Oké, we moeten terug naar de plek waar we deze schroeven draaien. Jessie, daar is die weer. Hoe gaan we dit doen? Hoe kunnen we nou ooit naar rechts gaan als dat monster daar de hele tijd staat? Zullen we gewoon rennen en een rode muur Jessie, vind je dat monster niet ook lijken op jouw overgrootoma? Je weet wel, die ene waar we bij toen Rummy Cup gingen spelen. Nee, Alex, dat kan je niet zeggen. Mijn oma kijkt ook deze video, mijn overgrootoma. Sorry hoor dat ik dat zeg, maar ik vond het gewoon heel erg erop lijken. Kom, we gaan rennen. Oké, denk je dat dat nu echt een slim idee is als dat monster hier de hele tijd stond? Alex, we hebben geen kleur meer. Hoe gaan we... Oh nee, we hebben inderdaad geen verf meer. Hoe gaan we dit doen? We moeten verf pakken. Ik ben aan het rennen voor mijn leven. Oh nee, ik loop hier dood. Oh nee. Alex, we hebben al het verf opgemaakt. Dit was niet slim. Waarom hebben we al onze verf opgemaakt? Hier is de safe zone. Het verf is weg. Alex, Nieuwe rode verf meer pakken. Ik heb een idee. Luister nou even naar mij. We moeten naar de plek gaan waar we de schroevendraaier kunnen gebruiken. En ik weet de weg nog. Het was rechts, links en nog vanaf een keer. Vanaf hier toch? Oké, we moeten hierheen. En ik kijk uit voor het monster. Ik volg je. Monster! Oh nee, wacht. Dat is gewoon een rood persoon. Dat is geen monster. Daar is wel een monster. Terugrennen. We kunnen ons niet verstoppen, want we hebben geen verf. Hoe gaan we dit nou doen? We moeten deze kant op. Ik denk dat dit slimmer is. Alex, nou ja, de schroevendraaier moesten we daar gebruiken, maar dat monster staat daar letterlijk. Ja, maar deze kant kunnen we ook bij de schroevendraaier komen. Via deze kant zijn we namelijk teruggekomen. Dat weet je toch nog wel. Ja, oké, maar dan moeten we toch waarschijnlijk alsnog langs dat monster. En we kunnen ons niet verstoppen nu. Dat komt helemaal goed. Ik weet precies hoe... Alex, een monster. Daar staat een monster. Ik zie hem ook inderdaad, maar we lopen gewoon door. Ik sta ergens binnen. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik ben ook even met jou meegegaan naar binnen. Er ligt hier een verfkwast. Alex, wat moeten we doen? Ik ben de weg kwijt. Ik weet het niet. Alex, daar is die. Waar ben je? Waar ben je? Ik weet niet waar ik ben. Oh, jij bent hier. Jessie, het lijkt wel alsof hij ons aan het opwachten is daar. Ja, ik weet niet wat we moeten doen. Jessie, ik zou er niet heen gaan. Alex, weet je wat? Verzin jij het plan maar. Ik weet het niet. We gaan hierheen. Terugtrekken. Okay, rennen. We moeten uitkijken voor bossen. Want hij gaat ons pakken. Terugtrekken. We hebben oranje nodig om naar binnen te komen. Hoe komen we nou weer aan oranje? Dan moeten we de schroevendraaier gebruiken. Dan kunnen we nieuwe verf pakken. Ik volg jou wel. Ja, ik weet niet waar we heen moeten. Het is één ik ben ook een beetje de weg kwijt, hoor. Wacht eens even. In de buurt bij blauw was de schroevendraaier, toch? Ja, hier. Waar is de schroevendraaier? Nou ja, ik denk dat dat hier ergens was. Heb je het gevonden? Nee, ik heb het nog niet gevonden. Ik zie hier nog iemand met de schroevendraaier. Hij is ook op zoek. Hallo, weet jij misschien waar we heen moeten? Monster! Daar is het monster. Je moet hem niet volgen, want hij loopt daar monster. Maar hij zit wel heel erg dicht achter ons aan nu, Jessie. Alex, hoe gaan we dit nou doen? En dan weet ik niet, want het loopt daar dood. Nee. Hierdoor, daar kan hij niet komen. Ik volg jou. Oké. Waar is de plek met de schroevendraaier? Is dat hier? Wat is hier? Nee, maar hier is wel een kleine kamer. Maar hier zijn we al een keer geweest, denk ik. Hier stonden we net, Alex. We hebben gewoon een rondje gelopen. Alex! Ik heb verf! Waar? Ik kom er niet in. Yo, dit weet ik niet. Ja, daar kun je inderdaad niet in, omdat we dit moeten gaan verven. We hebben een hamer nodig daarvoor. Maar we hebben een schroevendraaier. We hebben helemaal geen hamer. Nee, dus we hebben het verkeerde tool nu. Hoe gaan we dit nou doen? We moeten naar die ventilatieschacht. Waar is dat? Oké, ik volg jou. Ik ben de weg kwijt. Jij mag voorop lopen. Ik ben echt niet bang voor een monster. Oh ja, ik mag weer voorop lopen, omdat het monster nu in de buurt is, zeker. Nee, echt niet. Jij weet gewoon de weg. Alex, terugtrekken! Oké, ik ben weer binnen. Hoe gaan we dit nou doen? Laten we gewoon heel even een plan maken, oké? Want ik vind jouw overgrootoma nou wel een beetje heel erg eng worden. Dat is niet mijn overgrootoma. Jessie, je weet het zelf ook wel dat dat waarschijnlijk gewoon zo is. Ja, waarschijnlijk wel. Maar deze is het niet zo lief. Dit is de kwade overgrootoma. En waarom komt hij achter mij? Ja, jij bent veel groter. Ik ben klein. Nou ja, waarschijnlijk heb je al de koekjes en Skittles opgegeten net. Ja, ik hou van Skittles. Vooral de rode Skittles. Die vind ik Kunnen we deze kant op lopen? Ik denk dat we hier wel veilig zijn. Dat monster is namelijk net al voorbij gelopen. En hier is de kleur Alex, oranje. Nee. We zijn hier niet veilig. Die komen er net vandaan. Nee, daar komt je overgrootoma weer. En ze komt heel erg in de buurt. Oké, we zitten hier veilig. Ik weet niet voor hoe lang.
moeten we hierheen. Alex, voor... Volg mij maar niet. Ik ga rennen. Volg jou wel. Hij zit vlak achter me aan. Oh nee, ze Alex, volg mij. Alex, heeft hij je gepakt? Ik ben gepakt, maar ik heb gelukkig nog één leven. Alex, ik weet niet waar we heen moeten. Oh, nee. Ik ben aan het vluchten. Ik heb geen idee waar ik allemaal heen loop. En een monster zit achter me aan. En het monster heeft me opgegeten. Ik heb wel weer een nieuwe pot rode verf. En ik heb mijn schroevendraaier. Wat betekent dat ik mezelf nu gewoon langs de muur kan zetten? Als het monster voorbij loopt en die me waarschijnlijk niet gaat zien. Alex, waar ben jij? Ik ben dood gegaan. Ik ben weer op zoek naar de ventilatieschacht. Ik ga op zoek naar jou. Ik heb alleen geen schroevendraaier meer. Ik ben mijn schroevendraaier kwijt. Oh, nee. Daar is het monster. Tegen de muur. Tegen de muur. Oh, het Alex, werkt! Als ik ga jou tegen zoeken. De muur sta, Alex, loopt het ik monster zie jou. Gewoon langs me. Ik zie jou. Hallo. Hey Jesse, je hebt ook een potrode verf. Ja, maar ik heb geen schroevendraaier meer. Maar ik weet ik wel nog waar wel, we hem dus kunnen we kunnen openen. Er nog wel komen. Hier moet je hem gebruiken. Ja, maar ik kom er niet in, want ik heb geen schroevendraaier, Alex. Meen je? Ik zit er letterlijk in. Hoe kom ik aan een schroevendraaier? Ik ben hem kwijtgeraakt. Oh, ik weet het. Ik kom eraan. Wacht op mij. Oké, hier ligt een schroevendraaier. Moet ik even wachten tot een monster weg is dan. Rennen, Alex. Ik ben er. Het is gelukt. Ha, kijk, waar moet ik nou heen? Alex, moet ik door die deur? Ik ben er! Oh, Jesse, je hebt het gehaald! Ik heb het gehaald. We zijn aangekomen in de schroevendraaierwereld. We moeten een parcours doen, lijkt het wel. En we mogen echt parcours. Niet naar beneden vallen. Ik kan niet parcouren, Alex. Ik ben hier super slecht in. Alles is hier ook zo kleurloos. Ik zie helemaal niks. Jij hebt tenminste nog een kleurtje. Ik heb helemaal geen kleurtje. Jij hebt een rode emmer. Ik heb een pot rode verf in, man. Maar ik zie verder ook niet heel veel kleuren. Dit is super dun. Oké, het is gelukt. Het is gelukt. En hier ik ligt oranje verf. Maar wat kunnen we met oranje verf? Nou ja, we kunnen nog niet deze openmaken. Maar we kunnen denk ik wel terug. En dan kunnen we de oranje deur openmaken. Oh, en dan kunnen we weer wat verzamelen. Waar is de oranje deur? Weet je wat het is? We zijn er wel een paar keer voorbij gelopen. Ik heb oranje. Nee, ik heb geen idee. Ik heb oranje. Hier. Oh nee, dit is geel. Oh, Jesse, dit is geel. Dit is niet oranje. Ja, maar dat lijkt op elkaar, Alex. Nee, maar dat is toch niet hetzelfde? Jawel, bijna hetzelfde. Misschien zit het wel hierachter. Dat we er hier... Oh, dit is paars. Misschien hier. Misschien moeten we teruglopen. Kijk, en dan misschien moeten we hierheen gaan. Ik denk dat het hier is namelijk. Nou, zou je denken? Nee, dit is blauw. We moeten dus een ingang vinden waarbij staat van... Hey, dit is oranje. We kunnen misschien weer hier naar boven lopen. Misschien dat we dan wat gaan vinden. Nee, maar daar gaat het sowieso niet staan. Want hier zijn we weer... Hier staat wel nog die gekke kaart. Hier zijn we weer zwart. Dat vind ik raar. Waar is die kaart eigenlijk voor? Die werkt helemaal niet. Ik weet ook niet waar die voor is. Waarschijnlijk is het vast niet belangrijk. Maar dat je gewoon brengen naar... Wacht eens even. Hier ligt ook allemaal... Ah, hier hebben we nog niet genoeg verf ervoor gevonden. We hebben meer verf... Ah, monster! Monster! Rennen! Is dit oranje? Ja, het is oranje. Ik sta tegen een oranje muur. Ik ook. Oké, het monster heeft ons niet gezien, het kleurenmonster. Oh, kijk uit. Hij komt terug. Ik ben er, Jesse. Ik sta daar. Je bent echt heel klein. Oké, weet ik. Noem je mij nou klein? Hou op. Jij hebt gewoon een hele grote kippenhoed op. Daarom ben je groter. Ja, maar zelfs zonder mijn kippenhoed ben ik langer. Kijk naar jouw kleine beentjes. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Zo ben ik geboren. Oh, hij komt weer! Telkens als ze willen lopen, komt dat monster weer. Ik vind haar zo eng. Ik vind dat monster ook eng. Oké, Alex, waar gaan we heen? Ik volg jou, jij weet hier de weg. Ik ben laten we gewoon de andere kant oplopen. Van waar dat monster vandaan kwam. Waar komt hij nou? Hij staat letterlijk achter ons. Hij is zo dom dat hij ons niet kan zien als we ons een klein beetje verstoppen. Het lijkt wel alsof hij alleen maar achter ons aan zit. Ik vind het echt heel vervelend worden. Irritant monster. Geel, die moeten we niet hebben. Alex, we lopen rondjes. We waren net al bij dat gele. Ja, maar we zijn helemaal nog niet aan deze kant geweest, voor mijn gevoel. Misschien dat we hier wel oranje kunnen vinden. Dan moet hier ergens oranje staan. Dit is de safe zone. Nee, ik denk dat we terug moeten. Alex, ik dacht dat jij de weg wist van dit dolf wel inmiddels. De weg weten, weet je wel niet hoe moeilijk het is om monster, de weg te weten van een dorp. Monster! Ik sta hier veilig, een monster ik sta hier ziet mij veilig. Niet. En ik ga hij weer ziet rennen. Oké, als die rennen. Gelukkig hebben we een kleurtje paars, daar waren we net ook al. Misschien moeten we hierheen. Alex, daar waren we net ook al waar je nu heen gaat. Oké, weet je wat? Ik volg jou wel als jij het zo goed weet. Kijk uit. Eerst even dat monster wegjagen en we lopen weer door. Hij komt weer! Terug, we hadden beter wat langer kunnen wachten. Eventjes wachten, totdat het vervelende monster weg is. Wacht, liep die nou gewoon door een muur net? Ik weet het niet zo zeker. Een monster is een hacker. Hij laat ook een heel gek verfspoor achter, zie je dat? Het is een hacker. Kijk, we moeten hier naar het midden. Hier zijn we nog niet geweest namelijk. Kijk, hier is misschien paars. Dat inderdaad wel waar is, want hier is roze. Die hebben we volgens mij niet gezien. Hier is groen. Daar is groen.
En die... waar bestaat Oranje wel, Alex? Nou ja, we hebben hem één keer eerder gezien. Ik ben alleen echt helemaal de weg vergeten. Oh, ik heb hem! Ik heb hem! Hier, waar, waar? Hier. Ja, dat is zo! Jesse, tegen de muur! Ik ben nu geel! Tegen de muur! Ah! Ik ben nu geel, monster kan mij niet pakken. Ik ben bijna opgegeten. Alex, kom hierheen. Hier ben je veilig. Ja, ik kom er aan. Oké, maar dat monster zit hier. Hier ben je veilig. Oké, we hebben geel. En we weten waar geel is. Kijk uit, een monster komt. We weten hartstikke goed waar geel is. Dan volg ik jou, want ik weet het niet meer. Ik ben helemaal vergeten. Ik ben een beetje vergeten. Ja, dat monster staat hier nog wel. Hij weet dat we hier staan. Oké, we moeten gewoon keihard rennen, denk ik. Rennen en dan naar links. Of is dat niet slim om te doen? Ik weet het niet. Okay. Ik volg jou. Ja, dat kan. Oké, go, 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 go. Rennen voor je leven. Zij zijn blauw. Ik wil ook die koele blauwe kleur. Gele muur. Gele muur. We kunnen doorlopen. Jij denk weet waar geel was. Waar is geel, Alex? Nou ja, geel was helemaal teruglopen. Gele muur. Kan de monster ons niet gewoon eventjes met rust laten? Ik vind hem heel vervelend worden. Dit echt, is paars. Hoor. We zijn nu heel erg in het midden van het doolhof, denk ik. Ik denk dat we wat meer naar de zijkant moeten komen, want daar was geel. Ik dacht dat jij de hele tijd zei dat geel oranje was, terwijl oranje gewoon oranje is en geel geel is. Misschien zijn ze wel verwisseld van plek, omdat ze ons willen plagen. Nee. Geel is volgens mij... Nee, dit is paars. Dit is paars. Maar alle kleuren zitten hier door elkaar. Paars zijn we ook echt heel vaak langs gelopen. Waarom... Oh, mijn monster is weer in de buurt. Hij zit achter je. Oké, loop weg. Oké, we kunnen door. We zijn veilig. Hij komt weer. We zijn veilig. Oh, dit is de safe zone. Dit is helemaal niet goed. Dit is helemaal niet de kant waar we op moeten gaan. Maar dan is het wel ergens aan deze kant, denk ik. Want we liepen de hele tijd langs ook geel. Ook wel. Ik ga hierheen, ik ga hier kijken. Oh, Jesse, kan je niet kijken? Het ruikt niet geel gewoon naar de McDonald's, omdat het logo van de McDonald's ook gewoon geel is. Nee, ik weet het niet. Jij bent degene die dat als de beste zou kunnen ruiken als dat zo zou zijn. Ja. Maar kipnuggets zijn meer oranje, dus daarom kon ik dat beter ruiken. Kipnuggets hebben gewoon de kleur van kipnuggets. Ja, welke kleur heeft een kipnugget? Kipnugget kleur. Heb je ooit een keer een groene kipnugget gegeten? Kipnugget? Is die dan gemaakt van gras? Ja, weet ik niet, maar die was echt heel erg vies. Die vond ik niet lekker. Oh, nee, daar is een monster weer. Jesse, daar ging je bijna. Dat scheelde helemaal niks. Hij is ook zo macht dat hij ons dan niet ziet. Oké, waar gaan we heen? Ik volg jou maar weer gewoon. Is hier geel? Hallo, dit is weer blauw. Oh, nee. De monster komt weer. Monster. Oké, Alex, we moeten een plan bedenken. Want we zijn nu alleen maar uit de rondjes lopen. Doen we inimini mutten? Inimini... En dan? Idemine mutten. Die kant op. Ik denk daar. Die kant op. En dan gaan we hierin. En dan gaan we... Hier hebben we weer paars. Die hebben we ook al 10 keer gezien. Oh nee, monster! Monster. Als dat monster er gewoon niet was, was het allemaal een stukje makkelijker geweest. Ja, maar waarvoor moesten we dan ontsnappen? Van niks. Van het verf op ons gezicht. Dit is weer... Misschien is moeten we een keer naar de andere kant van de safe zone. Laten we anders via de andere kant van de safe zone gaan. Misschien dat we daar wel moeten zijn. Oké, ik volg jou. Jij weet de weg. Wat is dit ook? Dit is gewoon groen. Dit is groen, Alex. Oh, monster. Nee, geen gele muur. We moeten weer in hier schil. Dit is een gele muur. Oh, dat waren echt bijna gele muren daar. Dan hadden we bijna een probleem. Gaan we gewoon weer die kant op? Ja, is goed. En dan gaan we hier naar links toe, denk ik. Hallo, mevrouw, weet jij waar geel is? Ze negeert me, Alex. Ik denk niet dat ze het weet. Nee, ze Oh, nee. Hij zit achter jou aan. Alex, ja, ik weet het. Hij loopt naast me. Oh, nee. Ik ga hier staan. Oh, ik sta tegen de gele muur. Monster, laat me met rust, alsjeblieft. Oh, nee. Okay. Er is hier iemand dood gegaan. Zie je dat? We kunnen hem helpen. Ik heb hem geholpen. Kom op, tot leven! Alex, monster! Oh nee! Alex, we gaan geen andere mensen helpen. We moeten zelf de kleur geel vinden. Zoek het maar uit met je leven! Is het niet hier? Oh, nee. Weer een monster. Alex, hoe gaan we dit doen? Ik denk dat wij gewoon heel even Google Maps moeten openen. Google Maps, maar dat heb ja, je ja, daarop staat toch ook altijd waar de McDonald's en zo is en waar de snoepjeswinkel is. Hier is groen bijvoorbeeld. Groen. Dat zou vast ook wel op Google Maps staan, zou je denken, toch? Groen hebben we al best wel lang niet gezien, dus misschien... hier hebben we... Ik word helemaal gek, Alex. Ik denk dat geel gewoon verstoppertje aan het spelen is. Ik denk dat geel niet bestaat. Ik denk dat geel gewoon helemaal weg is. Hier is geel, Jesse! Oh, we hebben hem! Eindelijk! We hebben hem gevonden! Oké, snel verven! We moeten hier naar binnen! Wacht eens even. We hebben een zaag nodig. Ja, maar die hebben we niet. We kunnen hier wel in.
Ik ga hierin. Wat kunnen we hier doen? Oh, we moeten hier weer een parcoursje doen, Alex. Dit is echt een mega eng parcours. Ik loop wel gewoon achter jou aan. Ja, alles, maar niet alles is zo donker. Ik weet niet waar ik heen moet. Het loopt hier dood. Waar moet ik heen? Het loopt hier inderdaad dood. Maar we kunnen wel hier erop klimmen. Alex, dit is veel te gevaarlijk. Ja, maar we kunnen op al deze vormen klimmen. Waar moeten we eigenlijk heen? Weet ik niet. Ik denk dat we helemaal omhoog moeten. Oké, laten we helemaal geen deur omhoog lopen. Ik weet het niet. Ik zie ook helemaal geen deur waar we heen moeten. Lopen we wel goed? Ik ook niet. Ik zie helemaal niks. Ik zie wel een soort platform daar, lijkt het. Dan moeten we daarheen. Maar hoe komen we daar? Ik volg jou, oké? Jij bent hier de parcours, meneer. Oh ja, ik ben de parcours, meneer. Dit gaat zo fout. Jij weet hoe je dit het beste kan doen. Oké, springen hierop. Ik volg gewoon jou naar de overkant. Okay. Oh, wat doe je? Kan dat? Ja, je moet heel snel springen daar zo, maar ik zie helemaal geen deur hier. Ik ben boven. Ja, maar ik zie wel een deur. Ik zie iets. En hoe komen we daar? Oh jawel, ik zie wel een deur. Ja, maar hoe komen we daar? Dan moeten we nog sneller omhoog kunnen komen. Wacht, ik heb een idee. Ik weet niet hoe we omhoog komen. Oh, ik weet het al. We moeten naar de andere kant toe, denk ik. Of niet? We kunnen hier erop. Ik weet het. We moeten hier naar beneden. Alex! Alex, je bent gevallen. Je bent gevallen. Kijk nou uit. Ik wacht hier op jou even. Goed zo. Gewoon springen. Ja. Oké. Dan moeten we hier omhoog. Dus dan moeten we denk ik hierheen Dit springen. Dit is echt het lastigste parcours ooit, omdat je hem gewoon bijna niet eens kan zien. Je ziet bijna niks. Oké, en dan moeten we hierheen. Kijk. Zo komen we er wel. Wacht, dit ziet er wel uit alsof het inderdaad gaat werken. En dan inderdaad hier het blok op. En dan hierop. En dan hierop. En dan hierop. Kijk, we zijn er bijna, Alex. We zijn er bijna. Ik heb een beetje hoogtevrees. Alex, we zijn er. Nu moeten we groen gaan vinden. Maar groen hebben we al heel vaak gezien. Dus groen hebben we inderdaad al heel vaak gevonden. Mm. En we hebben een sleutel nodig om door deze deur een te kunnen. Een sleutel? Ik heb geen sleutel. Laten we gewoon groen gaan. Zo, nee, daar staat ons weer. Oké, groen kunnen we denk ik wel makkelijk vinden. Want we zijn er 100 keer langs groen gelopen. Oh ja, waar was het dan? Hier ergens. Ik weet niet meer zo goed waar. Oh nee, monster! Alex, dat monster had me bijna gepakt. Mij bijna ook. Oké, ik weet het. Volg mij maar. Ja, we moeten gewoon hierheen. En dan gaan we hier naar links. En dan gaan we weer naar links. Dat monster komt weer in de buurt. Even leunen. We hebben hier een verfkwast. Ik zei het toch. Je moet gewoon naar mij luisteren. Ik weet hoe het allemaal werkt. Oké, maar de monsters zitten gewoon heel erg in de buurt. Oké, we hebben wel echt heel veel verfkwasten nu. We gaan hierheen. En dan gaan we hierheen. En dan is hier rechts de kleur groen. Jij ruikt weer kipnuggets, hè? Oh, ja, ik zei toch, die groene kipnuggets. Maar hier is wel de safe zone. Ja, maar daar hebben we niks aan, Alex. Ja, maar dan kunnen we wel heel even ademhalen en praten hoe het met je gaat en zo. Weet je wel, over je gevoelens. Ja, maar mij gaat het heel erg goed. Ik zit zelfs te kijken in de winkel of ik misschien iets kan kopen. Maar we kunnen helemaal niks kopen. Nee, er zijn niet zulke leuke dingen om te kopen. Je kan alleen sneller zijn en zo. Oké, we moeten nog een paar kwasten. We moeten nog 5 kwasten en dan zijn we vrij. En dan zijn we voor altijd van dat enge monster af. Ja, nou hoop ik wel dat dat gaat gebeuren, ja. Alleen, maar waar is de groene hero gebleven? Weet ik niet. Monster! Een monster, loop maar door. Loop maar lekker door. Wat is eigenlijk de naam voor dat monster? Hoe zou die denk je heten? Ik bedoel, iedereen heeft toch wel een mama en papa gehad? Maar anders kan je niet op de wereld komen. Ja, mijn overgroot oma, die heette Tanja. Oh, Tanja, ja. Dus ik denk dat het Tanja... Niet Tanja, ja. Tanja. Ja, Tanja, ja. Nee, niet Tanja, ja. Tanja. Ja, Tanja. Tanja. Tanja, ja. Niet Tanja. Ja, Tanja, ja. Hey, PostNL-pakket zegt hallo, Jesse, hallo, Alex. Hallo, PostNL-pakket. Heet die nou letterlijk PostNL-pakket? Ja, maar we komen hier. We staan hier voor veel te veel mensen. We komen hier niet voor de post. We komen hier om te ontsnappen van het monster. Nu lopen we weer echt in de handen van het monster. Dat monster komt de hele tijd op ons af, omdat hij zijn pakketje wil hebben. Oh, het PostNL-pakket die daar staat. Dit is een groot doel. Man, kunnen we er eentje wegkomen hier? We komen hier niet weg. Oké, andere kant op. Andere kant op. Oké, we moeten terug naar de safe zone. En dan gaan we gewoon de andere kant in. Ja, ik denk dat dat de beste tactiek is. Volg mij maar, want ik ben de beste gamer die er is. Oké, jij bent ineens weer de beste gamer die er is. Wat ben ik dan? Jij bent de beste bouwer in Minecraft die er is. En ik ben de beste gamer. Daar is dat monster weer, Alex. Ik kan geen groen vinden. Tegen de muur. Oké, laten we doorrennen. Kom, soms moet je gewoon een beetje dingen durven.
Oké, dat is niet echt iets wat ik zou durven, denk ik. Maar we lopen wel gewoon door, weet je. We kunnen dit altijd... Waar is groen? Groen! Ik sta tegen de groene muur, Alex. Ik ben je kwijt. Waar ben je? Ik heb hier een nieuwe verfpot gevonden, maar die staat toch achter een hamer die ik nodig heb ergens voor. Ik sta weer precies op dezelfde plek waar ik net was. Oké, ik kom naar jou toe rennen. Waar ben jij? Hallo. Ik ben bij die gekleurde muren, weet je wel. Oh ja, die gekleurde muren. Ja, tussen een groene muur en een rode muur. Maar en... ik ben bij die hamer waar jij net was. Hé, hey, ik heb groen gevonden! Waar is groen? Bij groen! Ik weet toch niet waar het is? Dan moet ik jou zoeken. Ik ben jou bij zoeken. Sigma. Bij de Sigma. Wat is een Sigma, Alex? Ik weet niet wat een Sigma is. Jesse, ik denk wel dat ik dit snel moet schilderen voordat het monster komt. Ja, ik ga jou zoeken, oké? Ik kom eraan. Ik weet niet waar je bent. Maar nu ben ik helemaal alleen. Ik vind dit niet leuk. Alex, ik ben daar. Ik ben er. Oh, perfect. Kom binnen. Wat moeten we hier nou doen? Hier is namelijk een nieuwe kwast en een nieuwe kleur. Oh, we zijn blauw. Oh, Jesse. Ik weet volgens mij precies waar we deze kleur moeten gaan inleveren. Waar dan? Nou ja, die moesten we ergens doen na een parcours. En we hebben ook nog een driehoek nodig om deze puzzel op te lossen. Hoe komen we nou weer aan het driehoek, Alex? Oh nee. Monster! Oké, we hebben wel één probleempje. Deze speciale kleur blauw, die is er echt heel weinig. Alex, ik durf niet meer. Het is namelijk meer een soort turquoise kleur. Maar is dit groen of is het blauw? Ik weet het niet. Weet je nog waar we die schroevendraaier toen voor nodig hadden? Dat ben ik vergeten. Nou ja, daar moeten we tenminste weer heen gaan. De plek met de schroevendraaier, die luchtschachten. En waar is dat dan? Ben ik een klein beetje vergeten. Heb jij nog een schroevendraaier? Want ik ben hem kwijt. Nee, dat is gewoon open. We kunnen daar als het goed is gewoon naar binnen. Alex, ik was je kwijt. Alex. Waar ben je? Alex, waar ben je? Ik was je kwijt. Jij wist toch de weg? Ja, ik denk dat ik de weg weet, maar we moeten eerst die stomme luchtschacht weer vinden. Alex, ik moet straks stoppen van mijn moeder. Oh nee, Jesse, dan kunnen we dit nooit gaan halen. Hoe gaan we dit nou doen? Wacht, hier is het! Oh, we hebben het gevonden. Oké, en waar moeten we nu heen? Ofwel, jawel, volgens mij wel. Nee, hier heb je een zaag voor nodig, maar we hebben geen zaag. Wacht eens even, kom eens mee. Nee, dit is niet waar we moeten zijn, inderdaad. Verkeerde weg, verkeerde kant. Jesse, ik ben bang, ik zie hem daar nog lopen. Alex, ik heb een probleempje. Wat is er dan? Ik moet stoppen. Ik mag niet meer doorspelen. Komt je moeder nu al thuis van werk? Ja, dus je moet het helemaal alleen doen. Sorry, ik durf gewoon niet meer. Doei, ik ben bang. Nee, laat me niet alleen achter. En dit was de video. Klik even hier om een andere video te zien. Want wil je zeker niet missen. Ze gaan elk moment weg. Namelijk in 3, 2, 1...